2023 zit er weer op en gaat de boeken in als een van de beste gamejaren ooit. De absolute knallers waren dit jaar niet op twee handen te tellen. En de kans dat we dat over gaan doen in 2024 is niet zo heel groot. Toch staan er stiekem al een hoop mooie games op de planning voor dit jaar. En daarom nemen we je vandaag mee in de game releases voor de eerste helft van 2024. Het nieuwe gamejaar piekt al vroeg met een wel heel bijzondere game. Op 18 januari komt namelijk een nieuwe Prince of Persia uit voor alle moderne platformen. Nee, het is helaas niet de remake van Prince of Persia Sands of Time, maar een volledig nieuwe 2D-game genaamd Prince of Persia The Lost Crown. De game gaat dus een beetje terug naar de roots van de serie met ouderwetse actie van links naar rechts. Het lijkt erop dat Sands of Time zich vooral gaat focussen op vloeiende combat en verschillende puzzels. De zogenaamde time powers, waarmee je de tijd kunt manipuleren, staan hierbij centraal. Een dag later is het tijd voor een niet zo nieuwe game, want dan komt The Last of Us Part 2 remastered uit voor de PlayStation 5. Een remaster van een 3 jaar oude game is misschien niet iets waar we op stonden te wachten, maar gelukkig krijgen we ook wat nieuwe dingen in dit verbeterde pakket. Zo kun je in The Lost Levels rondlopen in levels die de volledige game niet hebben gehaald. En krijg je dus eigenlijk een kijkje in hoe de game er vroeg in de ontwikkelfase uitzag. Ook is er een nieuwe roguelike modus, waarin je het opneemt tegen hordes vijanden, een nieuwe speedrun modus en krijgt de fotomodus nog meer opties. Of dat voor jou allemaal de moeite waard is, moet je even bij je bankrekening checken. Maar eigenaren van de oorspronkelijke game kunnen in ieder geval upgraden voor een tientje. En dat is zeker geen slechte deal. Fans van vechtgames konden in 2023 al losgaan met Street Fighter 6 en Mortal Kombat 1. Dit jaar betreedt een nieuwe vechter de arena, namelijk Tekken 8. 8 jaar na Tekken 7 is het dus tijd voor het nieuwe deel en die ziet er waanzinnig mooi uit. De game draait op Unreal Engine 5 en dat is duidelijk te zien in zowel de gameplay als in de tussenfilmpjes. Ook zijn er natuurlijk nieuwe snufjes aan toegevoegd, waaronder de mogelijkheid om te vechten tegen je eigen Ghost, een AI-kopie van jouw vechtstijl, en de introductie van het heat-systeem voor meer spectaculaire schade. In de verhalende modus duik je in de huid van Kazuya en ga je op jacht naar wereldwijde dominantie. En uiteraard kun je ook gewoon ouderwets op de bank een potje knokken met je maten of tegen andere Tekken-spelers in de nieuwe Arcade Quest-modus. De keuze is in ieder geval reuze met 32 verschillende personages. Tekken 8 komt op 26 januari uit op PlayStation 5, Xbox Series XS en PC. Tekken 8 is niet de enige game die op 26 januari uitkomt. Like a Dragon, Infinite Wealth staat die dag namelijk ook op de planning. Het is alweer het 8e deel in de reeks die je misschien beter kent als Yakuza. De game gaat, net als in het vorige deel, over Ichiban Kasuga. Hij reist af naar Hawaii om zijn moeder te zoeken, maar als hij daar aankomt, wordt hij door verschillende facties aangevallen. Die facties zijn toevallig genoeg ook op zoek naar zijn moeder, dus als dat maar goed komt. De soapachtige drama, een avontuurlijke open wereldmap en de dynamische RPG-battles lijken dit deel ook zeker niet te ontbreken. Infinite Wealth komt uit op PlayStation 4 en 5, Xbox Series XS, Xbox One en PC. Februari trapt af met een game die al heel wat keren is uitgesteld, namelijk Suicide Squad Kill the Justice League. In deze shooter kruip je in de huid van Captain Boomerang, Deadshot, Harley Quinn of King Shark en ga je op avontuur in Metropolis. Dat kun je in je eentje doen, maar je kan ook gezellig met z'n vieren dit avontuur aangaan. Dat moet dan wel online, want de game is zonder internetverbinding niet eens te spelen. Gelukkig gaat daar in de toekomst wat verandering in komen, maar wanneer dat precies is, dat weten we helaas nog niet. Suicide Squad Kill the Justice League verschijnt op 2 februari op PlayStation 5, Xbox Series XS en PC. Diezelfde dag is het dubbelfeest, want ook Persona 3 Reload komt uit. Deze remake moet behoorlijk trouw worden aan het origineel uit 2006, maar bevat toch ook wel wat nieuwe foefjes. Zo zijn de stemmen bijvoorbeeld allemaal opnieuw ingesproken en kunnen fans van de reeks ook rekenen op wat nieuwe verhalende scènes en gebeurtenissen. Persona 3 Reload komt uit op PlayStation, Xbox en PC. Er gingen lange tijd ook geruchten over een Nintendo Switch versie, maar in geen velden of wegen is die te bekennen, dus sorry Nintendo fans. Motherfucking I'll be happy. Een paar dagen later, op 8 februari, kunnen PlayStation en PC-spelers losgaan met Helldivers 2.
Dat is een vervolg op het in 2015 uitgekomen eerste deel. Het grote verschil met het eerste deel is het perspectief waarin je nu speelt. Waar je eerst nog van bovenaf keek, speel je nu gewoon in third person. In de game moet je samen met je maten de aarde veilig houden tijdens een invasie van buitenaardse insecten. In het team heeft iedere speler een andere rol. Sommigen staan aan de frontlinie, anderen gebruiken een sniper om van een afstand aan te vallen en weer anderen gebruiken liever stealth, dus kies jouw positie verstandig. 16 februari wordt een wel heel bijzondere dag, want dan komt na jaren en jaren uitstel eindelijk Skull & Bones uit. De piratengame is gebaseerd op Assassin's Creed Black Flag en had eigenlijk al in 2018 uit moeten komen. Het is veelzeggend dat de Ubisoft-kapitein dit zinkende schip niet heeft verlaten. En daarom zijn we stiekem wel razend benieuwd wat ze hier nou van gebakken hebben. In de game kun je de oceaan onveilig maken met je kanonnen en enterhaken en ga je op jacht naar verschillende schatten. De sea shanties die je kent uit Black Flag keren ook weer terug, dus smeer je zangkeeltje maar vast in. Yo-ho, yo-ho. Skull & Bones komt uit op PlayStation 5, Xbox Series XS en PC. Zijn piraten nou niet helemaal je ding? Dan kun je op diezelfde dag ook aan de slag met een avontuur van Nintendo's besnoorde loodgieter. Mario vs. Donkey Kong verschijnt namelijk 16 februari op de Nintendo Switch. Deze puzzelplatformer verscheen oorspronkelijk in 2004 op de Game Boy Advance en krijgt nu een nieuw likje verf. Naast het nieuwe likje verf is er ook co-op aan de game toegevoegd. Zo kun je met z'n tweeën puzzels oplossen in plaats van alleen. Of met z'n tweeën vastzitten door zulke puzzels in plaats van in je uppie. Wel zo gezellig. Een kleine 2 weken later, op 29 februari, is het tijd voor een enorme klapper. Final Fantasy VII Rebirth verschijnt dan op PlayStation 5. Het verhaal van de geweldige remake gaat dan eindelijk verder. Qua gameplay kunnen we vooral hetzelfde verwachten, maar dat is absoluut geen straf. Maar niet alles blijft hetzelfde, want Square Enix gooit dit keer nieuwe duo-aanvallen in de mix. En bovendien kun je als Sephiroth spelen, dus hoe cool is dat? Ook bijzonder, de game heeft een dynamische moeilijkheidsgraad. Die past zich automatisch aan jouw niveau. Wij kunnen in ieder geval niet wachten om deze 2 discs in onze PlayStation te schuiven. Dan spoelen we even een maandje vooruit, want het 2e kwartaal van het jaar staat op dit moment nog lang niet volgepland. Voor de eerstvolgende klapper moeten we kijken naar 22 maart, want dan verschijnt Rise of the Ronin. Deze nieuwe actie-RPG van Team Ninja, bekend van onder andere Nioh en Wolong Fallen Dynasty, speelt zich af in het Japan van de 19e eeuw. Je kruipt in de huid van een naamloze samurai zonder meester, een Ronin, die tijdens een geschiedenisveranderende oorlog verschillende keuzes mag maken om de strijd te beïnvloeden. Team Ninja kennende resulteert dat weer in een razend vette en behoorlijk pittige game. Ditmaal in een prachtige en levendig uitziende open wereld. Volgens de ontwikkelaar is dit ook nog eens hun grootste game ooit. Of dat echt zo is, dat kunnen we op 22 maart dus ontdekken. Dan verschijnt Rise of the Ronin exclusief voor PlayStation 5. Diezelfde dag komt er nog een gigantische game uit. Fans hebben er jaren op moeten wachten, maar het is eindelijk zover. Het is tijd om draken te lijf te gaan in Dragon's Dogma 2. Het tweede deel speelt zich af in een wereld die parallel staat aan die van de eerste game. En de keuzes die je maakt staan in dit deel ook centraal. Een nieuwigheidje zijn de zogenaamde Pawns. Dat zijn NPC's die je een handje helpen tijdens de gevechten. Daardoor moet de game volgens de ontwikkelaar een beetje aanvoelen als een co-op game, ook al is het een pure singleplayer. Dragon's Dogma 2 komt op 22 maart uit op PlayStation 5, Xbox Series XS en PC. En alsof 2 games op een dag nog niet genoeg is, dropt Nintendo ook nog eens Princess Peach Showtime. In die game stapt Peach letterlijk en figuurlijk in de spotlights. De game speelt zich af op podia met verschillende decors. Met een speciale haarstrik genaamd Stella krijgt Princess Peach diverse krachten. Ook kun je Peach omtoveren tot verschillende gedaantes, zoals een zwaardvechter of een detective. Elke outfit brengt verschillende gameplay-elementen met zich mee. Princess Peach Showtime komt exclusief naar de Nintendo Switch op 22 maart. Destiny 2 krijgt eindelijk ook weer wat liefde, want de Final Shape wordt op 4 juni toegevoegd aan de game. Dat is een stuk later dan Bungie had gepland, maar ja, tegenvallende resultaten van Destiny 2 en een grote ontslagronde gooiden dan ook roet in het eten. Deze uitbreiding, waarin je een einde moet maken aan de oorlog tussen licht en duisternis, is van cruciaal belang voor de toekomst van Destiny 2. Bungie heeft namelijk plannen om na de uitbreiding door te gaan met verhalende content. Maar als deze bij de fans niet in de smaak valt, kan het wel eens einde verhaal zijn voor deze live service game. Dan is er nog 1 klapper die nog geen exacte release datum heeft, maar die we toch graag willen benoemen. In het 2e kwartaal van het jaar gaat Hades 2 in Early Access.
Een vervolg van een studio die nooit een vervolg maakt. Nou, dat moet wel heel bijzonder worden. We weten nog niet zoveel over dit vervolg op een van de beste roguelites ooit. Maar als we de trailer mogen geloven, zijn de soepele gameplay en de prachtige graphics nog steeds aanwezig. Zodra de game in Early Access gaat, is hij alleen maar op PC te spelen. Wanneer de game volledig uitkomt en dus ook naar PlayStation, Xbox en Switch komt, is tot nu toe nog één groot mysterie. Nou, dat waren dan de grootste games die al een concrete release-datum hebben, maar gelukkig heeft de eerste helft van 2024 ook nog wat minder grote parels in petto. Stoelriem me vast, want we gaan naar de Flitsronde. Flitsronde! De Hollow Knight-achtige actieplatformer Nine Souls haalt inspiratie uit Sekiro. Ergens in het eerste kwartaal komt hij uit. Ook Stalker 2, Heart of Chernobyl, staat op de planning in dat eerste kwartaal. De shooter van Oekraïense bodem heeft heel wat tegenslagen gekend, maar lijkt er nu toch echt aan te komen. Dus petje af voor ontwikkelaar GSC Game World. De actie-RPG Granblue Fantasy Relink komt uit op 1 februari en lijkt zeker in het straatje te passen van fans van Tales of Arise en Xenoblade Chronicles 3. Banishers: Ghosts of New Eden is de nieuwe game van de makers van Life is Strange en richt zich volledig op het verjagen van geesten en natuurlijk het maken van moeilijke keuzes. Deze actie-RPG verschijnt op 13 februari. Heb je zin in een remake van een klassieker? Dan is Brothers: A Tale of Two Sons misschien iets voor jou. Deze ontroerende co-op game van It Takes Two-maker Joseph Fares wil je echt niet missen. Op 28 februari komt hij uit. Is griezelen meer jouw ding? Hou dan die Outlast Trials in de gaten. De game speelt zich af voor de gebeurtenissen in de eerste twee Outlast games en weet jou sowieso de stuipen op het lijf te jagen. De game verschijnt 18 mei voor alle moderne platformen. We sluiten af met Shadow of the Erdtree. Deze waarschijnlijk eerste uitbreiding voor Elden Ring kan zomaar eens in het eerste kwartaal uitkomen. From Software heeft daar nog vrij weinig over gezegd, maar de geruchten en de leaks doen in ieder geval de ronde. Over de uitbreiding zelf weten we ook nog vrij weinig, maar weet je, meer Elden Ring is altijd een welkome verrassing. Champions! Welcome! A celebration of war! Paragon Festival! En dat waren dan de games die in de eerste helft van 2024 uitkomen. Naar welke game kijk jij nou het meeste uit? Of zijn we jouw favoriet wellicht vergeten te benoemen? Ja, laat het dan graag even weten in de comments. En vond je dit een fijne video? Abonneer dan op ons kanaal voor meer. En natuurlijk, tot de volgende keer.